Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We gaan het niet alleen over het uitgebreide weer dit weekend in Nederland hebben, maar ook weer over het tropische orkaan Ita in het noordoosten van Australië. Die zorgt daarvoor een behoorlijk slecht weer en dat is dan nog zachtjes uitgedrukt. Het is de zwaarste orkaan die in dat gebied komt sinds 2011 en dat is dan toch alweer drie jaar geleden. Als we op de satellietfoto kijken dan zien we de orkaan duidelijk liggen bij het noordoostpuntje van Queensland. En als we de boel in beweging zetten dan zien we dat de orkaan richting het zuidwesten tot zuiden aan het trekken is. Gaat ongeveer deze koers volgen. En Dat is een zeer ongunstige koers omdat hij daarmee grotendeels langs de kust blijft trekken. En dat is nou juist het gebied waar de meeste toeristen heen trekken. Naar plaatsen als Townsville en Cairns en Port Douglas. Populaire plaatsen en daar gaat het hard regenen. Er zijn overstromingen mogelijk. Aan zee ook nog eens een hoge waterstand vanwege de harde wind. En natuurlijk ook nog eens uh, gewoon de windstoten van 250, misschien zelfs wel 280 km per uur. Kans op schade is dus groot in dit gebied, en dat gaat allemaal de komende 24 uur gebeuren. In Nederland is het dan in vergelijking met dit noodweer eigenlijk zeer rustig weer. Hebben we te maken vandaag met uh, een paar wolkenvelden. Maar uh, zo bewolkt als de dag begon. Zo zonnig werd het vanmiddag in grote delen van het land. Een paar wolkenvelden weer later in de middag en een enkel buitje in het noordoosten. Op de meeste plaatsen bleven droog. Kijk ook even naar de Noordzee. Daar bevinden zich brede opklaringen. Daar krijgen we vannacht mee te maken. Maar er ontstaat ook een nieuw bewolkingsgebied boven de Noordzee. En dat gaat in de loop van de nacht dan het land intrekken. Vanavond in ieder geval nog brede opklaringen. Het is voor het eerst dat de zonnetjes staan op de avondkaart en dat komt omdat de zon na half negen ondergaat. Temperaturen vanavond 7 tot 12 graden. In de nacht neemt de wolking dus een klein beetje toe. In de opklaringsgebieden daalt het kwik naar 3 graden en er kan nevel en mist ontstaan. Aan de grond kan het lokaal een graadje vriezen. Dat geldt dan vooral voor het noorden en noordwesten van het land. Er staat heel weinig wind, daardoor kan die mist op een enkele plek dicht worden. Morgenochtend is dus hier en daar een grijze start van de dag, maar in de loop van de ochtend trekt de mist op en breekt de zon door. En vooral morgenmiddag verwacht ik een zonnige periode. Het is dan overal droog en temperaturen lopen uiteen van zo'n 12 graden in het noordwesten en op de Wadden tot 16 graden in het zuidoosten. Morgenavond kan er heel lokaal misschien een buitje vallen Maar die buien trekken in de nacht weer weg En zondag hebben we dan opnieuw schitterend weer Het wordt dan zonniger dan op zaterdag Maar staat wel meer wind Daardoor is het misschien toch niet echt aangenamer Uit de wind en in de zon, zondag heerlijk weer 11 tot 15 graden Maandag valt er in het noordoosten en oosten misschien een bui In de rest van het land blijft het droog En ook dinsdag hebben we droog weer En daarbij een zonnige periode en 12 tot 15 graden Zeker geen slecht weer voor deze tijd van het jaar Volgend weekend is het Pasen, dus ook even een blik wat verder vooruit. Dan nou zien we dat er eigenlijk niet al te veel gebeurt. Temperaturen lijken in de loop van volgende week iets omhoog te gaan, maar dat is allemaal nog erg onzeker. Voor aanstaande woensdag bijvoorbeeld is er een model die van 17 tot 23 graden verwacht, maar zijn ook modellen die 11 tot 15 graden verwachten. Wij wachten het rustig af en we houden u de komende dagen gewoon op de hoogte wat er gaat gebeuren. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.